Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga nu eventjes glas en zo wegbrengen. En moet even naar Albert Heijn. Dat doe ik met Eden. En dan ga ik daarna met Niels en Eden naar mijn ouders toe. Want het wordt heel warm vandaag. Dus we gaan daar lekker in de tuin zitten. En vanavond ga ik uit eten met twee vriendinnetjes. Heel veel zin in. Morgen moet ik eerst even het huis gaan maken. En dan hebben we Niels een soort circusvoorstelling waar hij ook mee kan doen of zoiets. En volgens mij is dat een beetje, zeg maar, het qua plannen van dit weekend. Dus het wordt weer een lekker weekendje en ik neem jullie mee. Ik heb trouwens heel weinig make-up op. In ieder geval geen mascara, geen foundation, niks. Ik heb een beetje crème blush op en een beetje concealer. Want ik dacht, ik ga toch lekker in de zon zitten en dan ga ik, als ik thuis kom, gewoon even douchen voordat ik uit eten ga. Want dan heb je toch allemaal zonnebrand op je plakt. Dus ga ik dat lekker doen en dan maak ik me daarna op. Ik loop toch aan de zonnesprils vandaag. Zo. Wordt hier lekker gespeeld. Oh ja, glijbaan. Ja. Goed zo. Ja, gaat het goed. De kids zijn wakker. En die hebben wat gedronken. Dus nu heb ik me even aangekleed. Tenminste, aan de bovenkant. Want ik had sowieso mijn broekje nog aan. Even aangekleed. En dan ga ik even ijs halen voor iedereen. Dit is een charmante klot. Ik hou er toch wel een staart in. Want het is bloedje warm. Dus ik ga lekker ijs halen. Ik ben klaar om uit eten te gaan. Ik zal eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb deze lange jurk aan van de, volgens mij, Zara. Aan de ene kant heeft hij een split. Mijn Vans heb ik aan met een klein plateau. En een kettingje van Momo. Ja, dit is een jurk met spaghetti bandje. Want het is natuurlijk hartstikke warm. Maar ik twijfel dus nu of ik een jasje of zo mee moet. Ik heb echt geen. Zeg maar, dat was al raar. Ik ben net terug van het circus, zeg maar, met Niels. Was heel leuk. We hadden het echt heel leuk gedaan. Circus Tara heet het volgens mij. Oh, ik heb een hele rode huid ineens. Oké. Maar dat was heel leuk. Alleen, ik kwam vlak voordat we daarheen moesten tot de conclusie dat ik de vlog nog helemaal niet had gemaakt. Laat staan, online gezet voor morgen. Dus ik dacht, dus daar ben ik nu mee bezig. Het circus was best wel lang. Iets van 2,5 uur. En heel toevallig was Niels zijn beste vriendinnetje. Dus dat was echt helemaal top. Dus ik heb lekker met die moeder gezeten en de kids zijn bezig geweest. Maar hij moest natuurlijk heel vaak helpen met, weet je wel, trapezen, koorddansen, weet ik het allemaal. Maar wel heel leuk. Dus dat was geslaagd. En nu zit ik met een groot glas spa snel mijn vlog te bewerken. Maar het is niet zo'n hele korte, want het is Elis verjaardag. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Maar goed. Ik heb heel erg behoefte om make-up eraf te halen en even een maskertje op te doen. Ik ben mega moe. Dat was trouwens grappig. Nou, helemaal niet grappig. Ik heb dus nachtmerries gehad vannacht. Maar echt verschrikkelijke nachtmerries. Super realistisch en gewoon helemaal niet oké. En ik had natuurlijk nog een wijntje op gisteren. Of iets meer dan één. Dus ik was op zich wel toe aan gewoon lekker slapen. Ik was heel vroeg thuis. Volgens mij was ik 10:30 thuis. Dus ik lag om 11 uur of zo in bed. Voor mij is dat gewoon vroeg. Maar goed, ik heb dus, nou ja, echt gewoon hele nare dromen gehad waar ik ook echt van slag was. Dat ik echt, als ik echt zo'n hele enge droom heb, dan tik ik ook Sven aan en dan ga ik even bij hem liggen. Omdat ik er gewoon dan, ja, dit was ook echt, het was een droom met Niels ook en zo. Nou, het was gewoon verschrikkelijk. Maar goed, anyhow, dus ik had het daar zo over met die moeder van dat vriendinnetje van Niels. En die zei ook dat het ook allemaal nachtmerries vannacht. En we stonden bij de poffertjeskraam. En de mevrouw van de poffertjeskraam zei, ik had ook heel erg nachtmerries. Dus ik heb dan toch het gevoel dat de stand van de maan is of zo. Dat je, ik geloof er helemaal niet in. Maar een van de redenen met nachtmerries. Ja, geloof ik erin. En Elin had volgens mij ook een nachtmerrie vannacht. Dus ik weet het niet. Maar goed. Dus ik ben best wel een beetje moe.
Dus ik ga nu als een razende Rita dit fixen. De boodschappen zijn er al. Die zijn vanmorgen al bezorgd. Dus dat is lekker. Dan gaan we straks lekker eten. En we hebben nog... Oh, die zal ik alvast uithalen. Een kaasplankje voor vanavond. Want wij gisteren 10,5 jaar samen. Moet je toch even vieren. Dus we hebben een lekker kaasplankje. En weer haar staat te zien. Ik kan me altijd even af en toe Enes haar helemaal door met anti-klitspray. Want er zit er ik weet niet wat allemaal in. Maar ze heeft echt zo'n slag aan onderkant. Wil ik maar er zitten? Ja. Goed. Deze kant ook weer helemaal gedaan. Dan kan ze weer even voort. Wat heet niet? Wij. Mama. Wij gaan eventjes naar de speelgoedwinkel in de Wal. Ja, is hij al klaar? Oké, we gaan even naar de speelgoedwinkel, want daar gaan we een rugtas voor Niels halen. Ik kon dat al bestellen, maar hij was daar. We moeten toch nog een cadeautje kopen voor mijn neefje. Stoel het maar meteen. Twee vliegen in één klap. Scherm. We zijn even in een andere speelgoedwinkel voor waar die rugtas dus schijnt te zijn. En ze hebben hier het een en ander aan Lego. Kijk eens, Niels. Het zwaard met alle poppetjes erin. Die heb jij. Kijk! Ja! De ene zijn we even bij de meisjes beland. Ik vond het een beetje spannend. Ja! Het is een uitje op zich. We hebben de rugzak gevonden. Alleen niet echt een geschikt cadeau. Dus dat ga ik nog even uitzoeken. Maar het is immens hier. Het is inmiddels alweer maandag. En we gaan zo de kids ophalen. Maar er kwam nog even een ASOS-bestelling binnen. Met onder andere een leren jasje uit de sale. Ik heb meestal, of eigenlijk altijd, nep leren jasjes. Alleen wat dan op een gegeven moment gebeurt, is dat die kraag zeg maar gaat bladderen. Nou, meestal gebeurt dat. Ik heb mijn Stradivarius jasje echt 4 jaar of zo gehad. Maar degene die ik nu heb, daar gebeurt het wat sneller mee. Oh, dit is mits die op de zak gaat staan. Maar nu heb ik in de sale een jasje wat afgeprijsd was van 400 naar 100 euro. Echt leer. Heel benieuwd of dat goed zit. Verder nog een lichte jeans. Ik heb niet zoveel lichte jeans. Vind ik namelijk altijd een beetje lastig. Maar ik zag bij Model Mouth eentje waarvan ik dacht, die lijkt me heel mooi. Maar ja, goed, of die bij mij zit, weet ik niet. En dan nog sandaaltjes. Deze. En nog wat kleine oorbelletjes. Die zal ik zo gewoon even laten zien. En iets grotere. Ik wil eigenlijk meer oorbellen dragen, maar ik merk dat ik het weinig doe. Dus ik ga het eventjes laten zien en dan ga ik de kids ophalen. Net trouwens niet op mijn gare hoofd, om niet zo goed te slapen vannacht met de kids. Maar goed. All fine. Dit is hem. Dit is de ASOS High Rise Farley jeans. Normaal zou ik een, denk ik, een 27 bestellen, maar dit is een 28. Ze hadden alleen 28 en 26. Blijkbaar zit daar geen tussenmaat in. Dus ja, dat is eventjes voor qua maat. En ik heb dan een lengte 30 genomen. Ik had ook een 32 besteld, maar als ik dit zo zie, vind ik denk ik deze lengte gewoon wel mooi. Het is dus echt een man die ze normaal staat op en niet. Maar ik moet zeggen, deze. Eigenlijk mijn shirt iets hoger doen. Deze vind ik wel leuk. Ik vind het altijd een beetje lastig hoe die billen erin zitten. Maar ja, ik vind deze echt wel wat hebben. Ik vind de kleur heel mooi. Hij zit lekker. Hij voelt wel vrij stug. Dus ik weet niet hoe ver ik hem heel erg uitloop. Dus hij zit hier wel echt, want wat zij zei, dat het altijd open stond. Dat heb ik ook vaak, omdat ik een holle rug heb. Maar hier zit hij gewoon wel echt netjes. Dus deze. En dan heb ik nu ook het leren jasje aan. Ik heb een 38 besteld. En dat doe ik omdat ik had het model bekeken. En zij had een 36 aan en ze had zeg maar geen borsten. Dus ik dacht, 38 lijkt mij beter voor mij. En dat denk ik ook dat een goede keus was. Ik vind het leuk dat hij details heeft. Zoals hier op de schouder en hier ook. Beetje dicht. Ik vind het ook mooi dat hij echt een beetje zo'n ruigere textuur heeft. En dit is gewoon als je hem los hebt.
ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van het jasje. Het is wel een vrij grote flap dit. Dus zeg maar, als je hem los hebt, dan is hij best wel bulky misschien. En misschien ook niet. Dit ja, ik heb dus nooit een echt leren jasje gehad, maar dit schijnt natuurlijk allemaal soepel te worden. Ik wil wel even kijken, want ik heb nu natuurlijk een hele hoge broek aan. Ik wil niet dat je zo'n blote rug hebt als je een wat lagere broek aan hebt. Ik ga even kijken hoe die heet. Ik heb prima mijn oog. Barney's Original Leather Biker Jacket. En ik heb dus een size 10, dus een 38. Gaat goed met hem, dus doe maar niet. Terwijl zeg maar, hij zit heel netjes bij de schouders. Zeg maar ook qua bewegen. Je moet niet een hele dikke trui onder willen doen, maar dat doe ik eigenlijk toch niet. Altijd als ik het koud heb, zeg maar, doe ik er een sjaal omheen. Goede grote zakken vind ik ook heel belangrijk. Mooie stoere rits, niet allemaal te shiny. Ja, jeetje. En hij is een beetje... Kijk of ik het zo kan laten zien. Hij is... Kan ik het laten zien? Hij is een beetje getailleerd. Nou. Het zou zomaar kunnen dit, jongens. Het is gewoon wel echt een mooie... Het voelt als mooie kwaliteit. Ik ken het merk voor de totaal niet. Nou, deze dus. En dan heb ik nog deze schoenen. Dit is een 39. Maar qua breedte pas ik denk ik, ondanks dat het volgens mij de wide fit was, pas ik niet in 38. Maar kijk, mijn tenen ja, hebben op zich aan de voorkant nog heel veel ruimte. Alleen pas er gewoon niet verder in. Ik weet niet goed wat ik ervan vind. Ik voel me een klein beetje in een eend. Ze zitten overigens wel heel lekker. Maar ik vind het zo echt een beetje... Nee, deze worden het niet. Dan heb ik deze oorringetjes. Die hebben dus pareltjes, een soort maansteentjes en gewone steentjes. Ik kan ze niet eerst passen, want ja, dat mag natuurlijk niet, dat snap ik. Maar meestal kan ik ze even bij mijn oor houden, maar dat kan dus ook niet nu. Maar ik vind ze wel leuk. En dan hebben we deze, die zijn iets groter, maar ook niet heel groot. Kijk maar naar mijn duim. En dan heb ik dit. En dit zijn twee enkelbandjes. En die heb ik besteld omdat Sven laatst zei dat hij dat leuk vond. Zei ik, ja, volgens mij, in mijn tijd was volgens mij het idee als je een enkelbandje droeg, dan was je vrijgezel. Dus ik dacht, doe ik dat niet, want ik hou ook heel erg van enkelbandjes. Maar hij zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, nou, als hij niet van gehoord heeft, kan ik ze best omdoen. Ik ga ze even passen. Ja, dit is natuurlijk nauwelijks te zien, maar ik vind ze heel cute. Er zitten een paar balletjes en deze heeft onder zoveel tijd een balletje. Dus ja, ik heb nu die oorbelletjes in. Of je het een beetje goed kan zien, maar ik vind ze heel cute. Ik moet heel erg weer wennen zeg maar, aan mezelf met oorbellen. Want vroeger voelde ik me echt kaal zonder oorbellen. Maar eigenlijk sinds ik kids heb, draag ik ze eigenlijk gewoon niet meer. Want ja, dat gaat allemaal aan hangen en zo. Maar ik vind dat wel het hebben. Sterker nog, ik heb ook een tweede gaatje, maar aan de één kant. En ik vind het echt heerlijk als je zo'n heel rijtje hebt. Maar toch altijd een beetje de vraag hoe dat bij mij staat. Maar deze vind ik in ieder geval heel cute. Deze moest ik even, deze een beetje rood. Moest even iets meer moeite doen om erin te krijgen. Omdat ik dus bijna nooit oorbellen in heb. Maar goed, dus dit. De broek vind ik denk ik heel top. Ik ga hem even aan Sven laten zien. En datzelfde gaat voor het jasje. Dat ga ik nog even passen met een iets minder hoge broek. Om te kijken hoe dat valt. Dus ja, dat. Dan ga ik ook meteen de vlog afsluiten voor deze week. Want zodra Sven thuis gaan we de kids halen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!